gasten van mijn kanaal. Welkom weer bij een nieuwe video van mij. En vandaag gaan we weer eventjes lekker een nieuwe Minecraft naar de top aflevering doen. Het is al lang niet meer gedaan, maar zoals jullie al zeiden, de vorige video. Ga dan eventjes kijken naar mijn vorige video. Volgens mij Joepsa pimpt auto's, dacht ik. Maar wat ik vandaag wil doen is een haven bouwen. En dan, kijk. En ja, hier, ik heb al een beetje voorbereid. Hier staat een bootje hier zo. Kijk, hier zo in mijn hand rechts. Dat zie je denk ik wel. En dan hier wat hout. Dus dan gaan we hier zo een beetje een mooie haven bouwen. En dan wordt dat eigenlijk het volgende eiland dat we in gebruik kunnen nemen. En ik heb al een beetje een plekje gevonden. Kijk. Dan moet je zo jumpen. Het is niet heel moeilijk. Kijk maar. Oh, wacht, laat maar. Super raar. Maar moeten we eventjes. Wacht, heb ik nog andere blokjes? Oh, wacht. Hier heb ik nog wat. Hebben we weer 20, zo. Moet ik het even iets dieper van maken? Of misschien is dit ook wel goed. Kan denk ik wel. En dan kunnen we zo. En dan zo, 4 breed. Nou, doen we dat ook nog wel eventjes 1 breder. En dan doen we zo. En zo. Oh, wacht, misschien is dit niet handig. Pak even mijn ex. En zo. Nou, ik vind het eigenlijk ook al een beetje mooi. Oké, ja, eigenlijk is het wel zo handig om dan ja hier eventjes een bruggetje te maken. En dan dat lukt ons deze aflevering nog wel, denk ik. Nou, vast wel. En waar is hout? Daar, hier zit geen hout in mijn inventory ook niet. Dus dan moeten we heel even hout, hout hakken. En dat. Oh nee, wacht. Misschien is het beter als we dit hout kunnen gaan hakken. Gaan hakken bedoel ik, sorry. Want dat is misschien mooier voor dat. Hoe heet dat? Voor dat andere. Oh ja, dit wordt een. Dit wordt iets voor de volgende aflevering. Dat zien we later wel in aflevering 9. Nu is aflevering 8. En dat zien jullie wel. Dan heb ik 16 stuks. Ja, klopt. Zo. En eigenlijk vind ik het dan, lijkt mij eigenlijk mooi om dan dit te doen. Een beetje in elke hoek zo. Dit zand irriteert me wel echt heel erg. Dat irriteert me echt. En dan bijvoorbeeld dit zo. Dat we dan een soort van bruggetje maken. Zo, wacht. Zo. Zo en zo. Maar eigenlijk kunnen we dat gewoon. Eigenlijk kunnen we dan gewoon dit wel hakken zo. Kunnen we dit nog hier doen. Hebben we nog 1 blokje nodig. Oh, het wordt nacht. Had ik helemaal niet in de gaten. Snel nog even een blokje hout hakken. En dan moeten we gaan overleven. Want ik ben bang dat er nu al monsters komen. En dat wil ik niet hebben. We zijn met iets druk bezig. Hier nog wat hout. Ja, mooi. Mooi. Wacht. Zo. Huppakee. En misschien is dit ook wel cool. Zo. En dit. Oh, iets dichterbij. Zo. Ik vind dit toch wel een beetje geslaagd op zich. En dan, het bootje wordt nu erin gemaakt. En dan kunnen we varen. Yo, gek. Ik vind het echt vet. Ik vind het echt heel cool.
Ik vind het eigenlijk best wel handig. Voordat we dan eventjes daar naartoe kunnen als we iets nodig hebben. Want dit gaat super snel. Nou, super snel dat niet. Maar het gaat best wel snel. Dus dan kunnen we hier nog ook een base of zo maken of een tempel. En kom maar, Enderman. Ja, ik kijk jou aan. Oh. Wacht, waar is die Enderman? Hallo. Kom maar naar me toe. Kom maar. Je mag lekker dood. En als je nog niet wist, Endermans haten water en die gaan er dood van. En ik heb helaas geen pijlen. Maar daar kunnen we later misschien wel opkomen. Ik heb wel een zwaard hier zo. Kijk eens Enderman. Jij mag dood. Waar ben jij? Nou. Holy shit, ik schrok me rot. Nou, kom maar, jongen. Kom maar, man. Wat? Hoezo gaat hij niet dood, jongen? Ik begrijp er echt helemaal niks van. Zo. Een enderpul! Yes! Een enderpul heb ik gewoon gekregen, mensen. Kijk! Oh, poep, dit moet niet. Ja, ik doe maar even snel aan de kant. Maar ik heb gewoon een enderpul gekregen, joh. Wat? Zie je dan. Cool, die kunnen we ook wel gebruiken. Daar moeten we eigenlijk heel zuinig op zijn. Wat vet. Ja, dit vond ik echt een coole haven. Vindt. Want het is al lang niet kapot. We hebben gewoon een enderpul gekregen. Ik vind het echt vet. Maar, de boom is volgroeid. Lekker. Maar, eigenlijk hebben we dus nu een soort van, ja, maak nu een samenvatting. We hebben een enderpul gekregen. Had ik nog niet, dus hebben we echt nodig. En, we hebben een haven gemaakt. En voor mij... Ja, kijk, daar. Dat zien jullie de volgende aflevering. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En zoals ik altijd zeg, ciao.